Wink TV. Internettelevisie op zijn Turnhouts. Meneer, u bent supporter van Turnhout 013. Wat is uw reactie? Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik kom hier van mijn 7 jaar, dat is al 47 jaar. Ik vrees dat er geen sponsors meer zijn. Het einde van het vorig seizoen was er nog beloofd dat er eigenlijk nog een redelijk budget zou zijn voor derde klasse. 3 maanden geleden zat ik op Union, 0-3 winst met 1 voet in de tweede klasse. En dan opeens wordt die geldkraan dichtgedraaid. Ik denk dat het iets is wat veel ploegen kan overkomen wanneer zij met 1 sponsor in zee gaan. Dus er moet denk ik dringend gezocht worden naar nieuwe sponsors. Of een fusie met FC Turnhout. Want het zou echt wel jammer zijn moest een ploeg zoals Turnhout met zo'n verleden, dat hij eigenlijk op zo'n korte tijd naar beneden tuimelt. We hebben daar net een interview gedaan voor de wedstrijd met de voorzitter. En hij staat open voor een fusie. Te laat voor u? Het had misschien beter vroeger geweest. Maar ja, zolang wat die Degelaar dit nog sponsorde. Die mensen zijn zelf ook weggegaan van Turnhout. Waarom zijn die weggegaan? Ja, ik zou het niet weten. Misschien hadden die andere ideeën. Die geloofden ook niet in het Egyptische verhaal. Achteraf hebben ze daar misschien wel gelijk mee gehad. Dat dit niet zou blijven duren. Maar ik hoop echt dat er toch nog een fusie kan komen. Al is het om in 4e klasse in dit mooie stadion te kunnen spelen. Maar het zou echt wel jammer zijn als dit moest verdwijnen. Is er in dit verhaal iemand schuldig? Ik denk dat in de tijd van het Villapark was er al een probleem. Omdat de toenmalige voorzitter de gelden meenam eigenlijk. Dus men hier moeten beginnen met een stadion bouwen. Dus dat vroeg ook een investering. En ik denk dat men wel geprobeerd heeft om sponsors te zoeken. Zonder Wadi Degelaar was er ook geen KV Turnhout meer geweest. Dus je kunt het langs 2 kanten bekijken. Maar natuurlijk als je ziet dat Soudal, Turnhouts bedrijf, dat die naar de wielersport gaan, dat die Westerlo gaan sponsoren. Het had natuurlijk veel beter geweest dat men verankering had gezocht hier in de regio. Zodanig dat ook de beleving van de supporters veel sterker zou zijn. Omdat de laatste jaren zien wij stelselmatig het aantal supporters afnemen. Toen die Egyptische ploeg hier 1,5 jaar heeft gespeeld om Turnhout alsnog in 3e klasse te houden. We hebben nooit zo'n mooi voetbal gezien. Dus in principe, maar toen waren er ook geen supporters. En dus die lokale verankering denk ik dat toch echt wel heel belangrijk is. Blijft u supporter van KV? Ja, ik ben in hart en nieren nog altijd supporter van KV. Ik moet eerlijk zeggen dat dit het eerste jaar is sinds lang dat ik geen abonnement heb gekocht. Omdat ik denk, ja, als die binnen 3 weken in verheffing gaan, dan gaat mijn abonnement. Dus ik ben nu met een ticket gekomen. Maar ik hoop en ik blijf hopen dat er nog voetbal in Turnhout mogelijk blijft. En liefst met KV, maar een fusie, ik denk dat dat ook geen probleem is voor mij. Wink TV. Internettelevisie op zijn Turnhouts.